In Gelderland zijn jaarlijks ongeveer 2500 wilde aanrijdingen. Op dit moment Gelderland ongeveer 1100 reeën, ongeveer 75 edelherten, 350 wilde zwijnen. Daar zitten we nu al op en de drukke maanden komen er nog aan. De ree wordt het vaakst aangereden en staat op nummer 1. Op 2 volgen honderden wilde zwijnen, gevolgd door 204 dassen en op de 4e plek ruim 80 edel- en damherten. En tot slot zijn er nog 168 andere dieren. Van een moeflon tot otters bijvoorbeeld. En een wolf. Ook die komt voor. Er zijn heel veel aanrijdingen die niet worden gemeld bij de politiemeldkamers of dieren die meegenomen worden. Daarnaast worden er ook heel veel meldingen niet gedaan omdat mensen niet verzekerd zijn, omdat ze alleen WA-verzekerd zijn. Voor de eerste intelligente lockdownperiode zagen we dat er ook wat aanrijdingen waren op de A12 tussen Arnhem en Ede. Dieren passen zich snel aan. Het was natuurlijk erg rustig op die snelwegen. En kregen we daar inderdaad meldingen van dieren die op de weg stonden, geen vluchtgedrag vertonen en werden aangereden. Vooral niet plotseling remmen. Het is natuurlijk gedrag om dat wel te doen, maar doe dat vooral niet. Want we zien veel te vaak dat mensen eindigen tegen een boom.